Deze avond staat een teken van de wereld dierendag. Eens per jaar is wel het minste dat je een dier gedenken mag. Zoveel wordt hem op de wereld niet aan vriendelijkheid gegund. Daarom staat dames en heren, en dit zijn de guppies van het kinderkoor Eigenwijs uit Nieuwegein. Hartelijk welkom, dames en heren, bij de NCRV Werelddierendagshow. En natuurlijk staat het dier vanavond bij ons in het middelpunt. De dierenbescherming, dames en heren, is het 125ste jaar ingegaan. En dat betekent één jubileumjaar. Wat wij natuurlijk vanavond officieel gaan openen. En kijkt u eens wat hier binnenkomt. Wat een prachtige stoet. Met in de koets niemand minder dan Freule van Erika tot Terpstra. Zo gaat hij goed. Erika Terpstra, daar komt ze. Wat zie je er prachtig uit, zeg. Welkom. Uit de koets. In de kleding van 125 jaar geleden. Dat hebben wij ons laten vertellen. Jij bent zeker het jonge hondje van de NCRV. Ik ben het jonge hondje van de NCRV. Ik hoef vanavond niet terug naar mijn asiel. Maar ik blijf gezellig hier. Maar we gaan al die andere asieldieren wel helpen. Maar welkom dat je er vanavond bent, trouwens. Dankjewel. Ik moet zeggen dat 125 jaar Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren is natuurlijk zo fantastisch. En 125 jaar zegt eigenlijk niet zoveel. Maar als je nou deze kledij ziet, dat was toch de kleding van die vrouwen die 125 jaar geleden dachten van we moeten wat doen aan die ellendige toestand van de dieren. En weet je wat nou het gekke is? Er is van alles veranderd. De kleding is veranderd, het vervoer is veranderd. Jij bent een tikkie veranderd. Klein beetje, hè? Dat mag je wel zeggen. Maar desondanks wat er één ding is wat er niet is veranderd, en dat is toch de liefde voor het dier. En laat dat zo blijven. En het is nog zo hard nodig. Dat is zeker. Het dierenbeschermingsjaar, het jubileumjaar, dat gaan wij officieel openen. En ik vind het een grote eer dat u dat wil openen vanavond bij ons. En is er een proclamatie of hebben we iets anders bij de hand? Nee, kijk, we moeten dat natuurlijk in stijl doen. Vind ik wel. Zoals ook die mensen van 125 jaar geleden. Ja. En daarom zou ik graag, voordat ik het jaar van het dier wil proclameren, toch nog zeggen dat het heel fantastisch is dat juist vanavond op Werelddierendag er zo'n fantastisch goed doel is. En ik hoop dat het vanavond zo lukt, want het is zo hard nodig. Dat doel, dames en heren, daar kom ik zo meteen nog wel eventjes op terug. Maar het is heel leuk dat je het zegt. We hebben een fantastisch doel, namelijk het leegmaken van de asiels. Maar u hoort daar zo meteen van mij nog wat van. Mag ik dan nu? Ja, graag. Ik zou zo graag dit vanaf vanavond, dit jaar willen openen als het officiële jaar van het dier. Met voor de eerste keer voor heel Nederland
deze prachtige nieuwe affiche van de dierenbescherming. 125 jaar dierenbescherming. Hoe zullen we dat doen? Drie hoeraatjes. Vind je het leuk? Ja, ik vind eigenlijk dat iedereen mee moet werken. Ja. En daar zou je bijna je hoed voor afzetten. Ja. Want ik vind alle mensen die meewerken met de Nederlandse dierenbescherming, die verdienen zo'n pluim. Dames en heren, als u met ons mee wil werken, alsjeblieft, drie hoeraatjes voor de Nederlandse dierenbescherming. Hiep-hiep. Hoera. Hoera. Hiep-hiep. Hoera. Hoera. Hiep-hiep. Hoera. En ik denk dat we het hiermee voor officieel geopend mogen verklaren. Hartelijk dank, Erika Terpstra, dames en heren. En bloemen voor jou van de pandabeer. Dank je wel. Het mocht er niet ontbreken vanavond. En nogmaals, dank voor de aanwezigheid. Ja. Leuk, hè? Ik kom weer terug, dames en heren, bij u in de huiskamer. En ik kom terug met ons doel van vanavond. Het is zo belangrijk. De Nederlandse asiels kampen met een groot probleem. Er is een noodsituatie. In de meer dan 100 asiels in Nederland zitten overvolle hokken, wachten dieren op een nieuw baasje. Echt, en u kan ons helpen vanavond. U krijgt straks van mij een 06-nummer waarvoor 22 mensen klaarzitten tot 12 uur vanavond om u antwoord te geven bij al uw vragen over asieldieren, over asiels. Maar het is belangrijk dat u ons helpt. We komen er nog ruimschoots op terug, maar ik wil u in ieder geval eventjes duidelijk laten weten dat we vanavond dit doel hebben. Om u nog wat duidelijker te laten weten waar we vanavond mee bezig zijn, wil ik u nu aankondigen de komende film, en dat is een asielfilm. Dit is de realiteit. Een groot percentage van onze huisdieren komt in het asiel terecht. De asiels zijn dan ook overvol en kunnen het aanbod van afstandsdieren nauwelijks aan. 10% van die dieren moet hierdoor gezond en wel afgemaakt worden. Duizenden honden zitten te wachten op een baas of bazin die wel tijd en aandacht voor hen hebben. Waarom willen mensen nu zo nodig een huisdier en moeten ze dat vervolgens vaak weer kwijt? Nee, ik kan hem niet meer houden, want ik heb nu een baan voor hele dagen. Ja. En de hond blaft de hele buurt bij elkaar, dus ik krijg allerlei klachten. Ja, had u nu eerder kunnen bedenken dat het in verband met die werkzaamheden nu... Ja, ik kreeg die baan aangeboden en ik kan toch moeilijk een baan af voor mijn hond afslaan. Ja. Het is eigenlijk gekomen door de verjaardag van mijn zoontje. Die wilde zo verschrikkelijk graag een hondje hebben. En ja, toen hebben mijn man en ik maar besloten om dat uiteindelijk maar te doen. En meteen gezegd dat hij er zelf voor moest zorgen. Daarbij komt nog dat wij het heel erg goed vinden dat kinderen leren wat verantwoordelijkheid is. En zeker voor levende wezentjes. Nou, het hondje kwam thuis. Hartstikke dol enthousiast was hij. Spelen, uitlaten, brokjes geven. Nou, je kent het wel, eten. Maar op een gegeven moment dacht ik, dat gaat niet goed. Het nieuwtje was eraf. Dus het werd steeds moeizamer en moeizamer. En hij ging steeds meer met zijn vriendjes spelen en hij keek naar de hond niet meer om. Toen op een gegeven moment dacht ik, dit kan niet langer, want het kwam allemaal op mijn schouders terecht. En daar had ik geen tijd voor, ik kon dat gewoon niet aan. En ik heb wel van tevoren erbij gezegd van, als je niet voor de hond zorgt, dan moet hij gewoon terug. Ik ben, toen ik hier als student in Den Haag kwam wonen, was ik nogal alleen. Ik kende hier niemand, alles was vreemd voor mij en eigenlijk zonder over na te denken gewoon een kat genomen. Maar toen kreeg ik een vriendje en ik leerde wat meer mensen kennen. En toen was het eigenlijk alleen maar vervelend, want ik moest voor die kat naar huis om hem eten te geven. En ik was sowieso al bijna niet meer thuis. Mijn kamer was eigenlijk te klein en dat soort zaken. En toen dacht ik van, nou ja, dan doe ik hem maar weg, want het kost me gewoon te veel tijd.
Meestal een kwestie van ondoordachte aanschaf dus. Als je dit ook ziet, is het haast onmogelijk om nee te zeggen. Het is zo vertederend en wat neem je dat makkelijk mee? Aan de gevolgen van deze aanschaf denk je al niet eens meer. Kleine mensjes worden groot. Kleine diertjes worden heel snel groot. En eigenlijk zijn ze dan net zo leuk, net zo gezellig. Als u echt een huisdier wilt en u heeft er goed over nagedacht, haal dan een dier uit het asiel. Er zitten daar zoveel dieren met smart op een plaatsje te wachten. En zij en u kunnen zoveel plezier aan elkaar beleven. Dieren zijn de dupe van beslissingen die mensen nemen. We zagen dat de afgelopen minuten. Nou, ik heb een heleboel leuke vrienden om me heen zitten hier. Bij de heer Jack Pronk en hij is van het asiel uit Breda, is het niet? Dat klopt, ja. Meneer Pronk, hoe is de situatie in uw asiel op het ogenblik? Ja, we hebben zeker toch wel 50 honden zitten. En zeker 50 katten die een nieuw thuis zoeken. Zo'n 100 dieren, allemaal op zoek naar een baasje. Waaronder deze vier hier. En kijk eens even wat een heerlijke koppen allemaal. Kunt u ze voorstellen, want het zijn hoofdrolspelers vanavond. Zeker wel. Dat is Vanka, Boemer, Letje en Cheryl. Ik heb Cheryl bij me zitten hier. 50 honden en 50 katten. Hoeveel dieren krijgt u jaarlijks in uw asiel erbij? En hoeveel ziet u kans om te verplaatsen of weer terug te plaatsen? Boemer gaat aan de loop nu. Die vindt het daar veel leuker. Daar ben ik heel erg in geïnteresseerd. Hoeveel ziet u er kans om weg te plaatsen weer? Nou, we krijgen ongeveer 4000 honden en katten jaarlijks binnen. En van de honden kunnen we zeker 85% plaatsen. En van de katten ongeveer 55%. Maar je blijft altijd weer met dat overschot zitten. Ja, helaas wel, ja. Ik hoop dat wij u kunnen gaan helpen vanavond. En als die nou eventjes lekker bij me komt staan, kan dat? Kom eens hier bij me staan. Kunnen mensen goed naar je thuis kijken? Lukt dat? Kunt u dat regelen? Kijk eens. Maken we gewoon eventjes iets heel moois. Dan kunnen ze thuis kijken. Kijk, zo is veel leuker. 06, dames en heren. 399-1120. Dat is het nummer waarop u vanaf nu kunt reageren. En er zitten 22 mensen voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden. De dieren die u hier ziet staan model voor al die andere asieldieren. En er komen er nog wel een aantal vanavond. Maar helpt u ons, alstublieft. De asiels zitten overvol. En deze heerlijke guppies verlangen allemaal naar een baasje. En voor die vier dubbeltjes, dat moet het u toch waard zijn om eventjes te bellen. Is het niet? Meneer Pronk, hartelijk dank en heel veel succes met uw asiel in Breda. Een artiest, dames en heren, in Nederland die een geweldige relatie had met zijn huisdier, hebben wij vanavond in ons programma. Ik ben blij aan te kondigen, Rob de Nijs. Dankjewel, Frank. Het lied wat ik ga zingen, dat heeft Belinda een aantal jaren geleden geschreven naar aanleiding van de dood van haar hond Jules. En Jules heeft destijds zo'n 12, 13 jaar lang Belinda vergezeld in al haar tochten, wanneer het goed ging, wanneer het slecht ging. En op een gegeven moment, toen Belinda in het ziekenhuis lag, omdat ze in verwachting was van onze jongste, toen moest Jules uiteraard aan het logeren, want ik moest werken. En toen hij daar was, wilde hij naar huis. Hij moest daarvoor twee snelwegen oversteken. En dat waren er gewoon twee te veel. Ik zing het liedje ook om te laten horen dat je best heel erg verdrietig kan zijn wanneer een huisdier, een huisvriend van je is overleden. Er wordt vaak heel erg nuchter over gegaan. Ach, je koopt er geen ander. Er is niets sentimenteels aan. Open einde. Verleden is verboden. Ik wou dat het verdween, maar ik zie ons samen lopen. Oeh, en we wisten niet waarheen. Nog raak ik je aan, maar de afstand wordt al groot. Nee, ik heb niet geleerd te leven met jouw dood. God, ik hou zo van jou.
misschien is het niet waar. Zwaait opeens die deur weer open. En natuurlijk sta jij daar. Want ik hou zo van jou. Afscheid nam ik niet. En het einde blijft nu open. Zoals jij dat achterliet. Ik droom je terug bij mij. Ik hou je zo goed vast. Heb ik je vaak genoeg gezegd dat je niet eens zo bij mij past. En ze zeggen dat het went, maar niemand zegt wanneer. Dus ik leef met de dag en jij sterft telkens weer. God, ik hou zo van jou. Misschien is het niet waar. Zwaait opeens die deur weer open. En natuurlijk sta jij daar. Want ik hou zo van jou. Afscheid nam ik. En het einde blijft nu open, zoals jij dat achterliet. Hey, hey, hey. God, ik hou zo van jou. Misschien is het niet waar. Sluit opeens die deur weer open. En natuurlijk sta jij daar. Want ik hou zo van jou. Afscheid nam ik niet. En het einde blijft nu open, zoals jij dat achterliet. Want ik hou zo van jou. Rob de Nijs, dames en heren. En zoveel zou een dier voor iedereen moeten betekenen. Betekenen ze zeker voor jullie. Ik heb naast me zitten weer twee geweldige mensen van het asiel Utrecht in dit geval. En je mag je even voorstellen. Anita van Beveren. Anita van Beveren en... Herman Seinen. Herman, welkom. Jullie hebben twee poezen bij je. En dit is me er eentje, zegt die hier ligt. Kijk eens, heerlijk. Hoe is die terechtgekomen bij je? Die mensen wonen boven een restaurant. Ja. En Janinka, zo heet deze kat... Die ging dus altijd lekker eten pakken daar bij die mensen. En dat vond de eigenaar niet zo leuk. Die jatte de hoofdgerechten weg? Ja. Dus die moest wegwezen? Ja, inderdaad. Hoe lang heb je hem? Want het is een heel jong beestje, zo te zien. Nou, hij zit er nog niet zo gek lang. Hij zit er nog maar net een maand. Dus dat valt mee. En je bent er verliefd op inmiddels? Eigenlijk wel, ja. Prachtig kopje. Kijk eens even heerlijk. En die andere rakker daar? Dit is Driebit. Die is 7 jaar. En die is afstand gekomen omdat ze had nog wel smot met kleine kinderen. Nogal eens mot met kleine kinderen. Maar verder is hij een lieve kat. Maar ik denk ook dat het grootste gedeelte aan de kinderen ligt.
Er gebeuren hele rare dingen, ook bij jullie in het asiel. Hè? Waarom, je gaf me vanmiddag een heel vreemd voorbeeld, waarom brengen mensen bijvoorbeeld een dier terug? Nou, het komt nogal regelmatig voor dat mensen een kat uit asiel nemen. Of ze komen afstand doen, maar dan willen ze de kat inruilen. Het wordt tegenwoordig eigenlijk beschouwd als een soort meubelstuk. Zo van, ik haal een andere auto? Ja, iets in die race. En dan willen ze een ander dier terug? Ja. Dat zijn zaken die niet moeten kunnen, dames en heren. Dat vinden wij en ik hoop nog een heleboel mensen met ons. Daarom vanavond, ik kom weer even terug op ons doel. Ik geef u dat telefoonnummer voor de tweede keer. En ik weet zeker dat al een hoop mensen reageren. En ik hoop dat er nog meer mensen dat gaan doen. Het is 06-399-1120. En u helpt ons, de dierenbescherming en al die vreselijk lieve diertjes die in die asiel zitten te wachten. Doet u dat, ook als u gewoon vragen over het asiel heeft. Dank je voor dit gesprek en heel veel succes in Utrecht. En ik hoop dat je al die beestjes gauw kwijtraakt, ook mede door vanavond. Deze twee mensen uit het asiel Utrecht, dames en heren. Ik loop naar mijn volgende gast en dat is meneer Van Zuren. Meneer Van Zuren is voorzitter van de Centrale Asielraad en secretaris van het hoofdbestuur van de Dierenbescherming. Welkom, meneer Van Zuren. Verzorgt de werkzaamheden voor meer dan 100 asiels in Nederland. Wat dat zo al inhoudt. U moet een druk baasje zijn. Nou, ik niet alleen gelukkig. Want we hebben heel veel vrijwilligers die dat werk doen. Wij proberen als Centraal Asielraad dus ook de mensen van de asiels te helpen bij het verkrijgen van de financiën. Want het draaien van een asiel, dat kost vreselijk veel geld. En niet alle gemeentebesturen zijn zo welwillend om voldoende te betalen voor die opname. Hoeveel dieren zitten er in de asielen of asiels? Dat mag ook gezegd worden trouwens, op dit moment. Gelukkig dat u dat zegt, ik zou wel tegen ja, asiels. Ja, blijft moeilijk, hè? Blijft moeilijk, ja. Nou, er komen 100.000 dieren elk jaar in de asiels. Daar plaatsen we er 85.000 van. Dat betekent dat er 15.000 overblijven. Dat betekent dat er 15.000 inderdaad overblijven. Gaan er een stel van dood normaal gesproken al? Dat mag je aannemen tenminste. Maar er is nog steeds een overschot. Er is een overschot. Inderdaad gaan er in asiels, net als in elk huisgezin, gaan dieren dood. Dat gebeurt dus ook in de asiels. Ook heel veel problemen hebben we met katten. Omdat die katten juist allemaal tegelijk in zo'n asiel komen, is dan niet ziekte. En daardoor overlijden gewoon ook katten. U heeft 5 jaar geleden met de dierenbescherming een uitwisselingsplan opgezet. Dat betekent dat er in bepaalde streken van Nederland meer katten of honden gevraagd worden. Die verplaatst u dan over de verschillende asiels, zodat er een betere plaatsing kan zijn voor de dieren. Hoe gaat dat op dit moment? Nou, het betekent dat dus in de toptijd en ook in andere tijden bepaalde asiels heel vol zitten en andere minder vol. Nou, willen wij, en iedere dierenbeschermer wil dat, zoveel mogelijk dieren plaatsen. Dus dat doen wij op dit moment nog steeds met honden. Van overvolle asiels naar middenvolle asiels. Die helpen dan de andere asiels en dan worden daar dieren geplaatst. Dan moet u aan de andere kant denk ik ook af en toe een heel tevreden mens zijn. Als je weer eens hoort dat een dier heel goed terecht is gekomen en mensen vertellen daar een leuk verhaal bij, dan is meneer Van Zuren de koning te rijk. Helaas doe ik dat zelf niet meer, maar ik weet dat als men bijvoorbeeld in de nakontrole vanuit asiels naar mensen toe gaat, dan vertellen ze heel trots dat dat magere hondje, want in asiel worden de honden niet al te dik, dat die magere hondjes toch een hele leuke, flinke hond geworden is. En dat gaat met katten ook zo. Ik denk dat we dan pas realiseren wat we mee bezig zijn en dat is erg dankbaar werk. Als ik nog even op de katten terug mag komen. Er blijven ontzettend veel katten zitten. Er gaan ook veel katten dood door het verplaatsen. Ze krijgen een ziekte. Het steriliseren, castreren van de dieren? Dat is erg belangrijk. Het is vreselijk belangrijk dat de poezen gesteriliseerd worden. Er worden in Nederland, u zult het niet geloven, jaarlijks 1,4 miljoen jonge katjes geboren. Daar is maar ruimte voor 700.000. Dus die andere 700.000, die drukken of de oudere katten op of moeten inslapen. Dus elke poes die gesteriliseerd wordt, is van groot belang. Meneer Van Zuren, wij gaan u helpen. Daar zijn we heel blij mee vanavond. Ik ga weer dat 06-nummer geven. Ik duw hem de huiskamer in. 06-399-1120. En wij gaan proberen de asiels veel leger te maken. Want ze zijn veel te vol op dit moment. Heel hartelijk dank voor het eerste gesprek. Nou, wij zien elkaar zo terug. Laten we de vaste proost, dat lijkt me een goed idee. En laten we genieten van de volgende film die de relatie mens-dier op een positieve manier aangeeft. We gaan naar Rotterdam-Zuid en we gaan zwemmen met de baas en met de hond.
voor de televisie is leuker dan voor de televisie. Wiebo, kom er even bij. Zo. Even een leuke groep maken, zo. Kijk, dat is het probleem met dieren. Dieren luisteren niet, hè? Tenminste, mijn honden luisteren dus absoluut. Deze is geen luisteraar. Is geen luisteraar. Deze wel, die luistert af en toe. Als je een mopje geeft, een stukje worst in je hand, luistert die sowieso. Maar dat is zo belangrijk ook als u honden neemt. Dan moet u zorgen dat u een beetje plek voor ze hebt. Dat ze een beetje kunnen hollen. Want zoals ze nou zitten, dat is onhonds. Onhonds. Hier houden ze eigenlijk niet zo van. Ze doen het nou even voor u, voor thuis. Omdat ze voordelig uit willen komen. Maar eigenlijk moeten honden een beetje kunnen rennen. Dus als u een hond neemt, zorg dan ook dat u een beetje plek voor hem heeft. Want als u kinderen neemt, dan zorg ook voor een kinderkamertje. En voor een plekje in het huis dat ze de huiswerk kunnen doen. En weet ik veel allemaal. En dat hebben dieren dus ook nodig. Honden ook. Die moeten kunnen rennen. Hé jongens, wij moeten rennen. Let op, ik laat ze los. En ren. Ren. Rennen. Dat bedoelen we dus met honden. Die luisteren niet. Begrijp je wel? Die doen hun eigen zin. Als je ze hier wil hebben, komen ze niet. En als je zegt van ren, dan blijven ze. Dat is een hond, eigenzinnig typetje. Hè? Dit is een snurker. Die moet je niet nemen, die snurkt. Dat is een hele lieve daar. Die andere die daar nu weg is, die gaan nu alle twee weg. Ze hebben er alle twee geen zin meer in. Heb ik even de gelegenheid om u te zeggen, neem alsjeblieft een dier. Want het geeft zoveel liefde en zoveel gezelligheid. Maar je moet er wel goed voor zorgen. Want dieren hebben ook een verzorging nodig. En vergeet dat niet. Hè? Als u een dier in huis neemt, denk er wel na wat u in huis neemt. Want het is een enorme handenbinder met vakantie als u weg wil. U moet wel zorgen dat er steeds iemand is die op die hond kan passen. En dat geldt niet alleen voor honden, maar ook voor andere dieren. Voor katten, voor marmotjes, voor schildpadjes. Ze hebben allemaal een verzorging nodig. Dus als u een dier neemt, denk er wel over na. Dit is een beest voor, weet ik veel, 10 of 15 jaar in huis hebt. Dus 15 jaar lang zit je met een huisgenoot. Hè? Hetzelfde als dat je je logé neemt. En zo luisteren de honden van André van Duin, dat zag u. Ik heb aan tafel bij mij, dames en heren, Loes van der Boogaard. En Loes is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Instructeurs. En daar klappen ze ook altijd voor, het hou je niet voor mogelijk. Loes, vertel eventjes iets over de inhoud van je werk. Als voorzitter van de Vereniging van Instructeurs doen wij dus ons best om mensen te helpen bij de opvoeding en opleiding van hun honden. En daar hebben we onderhand een dagtaak aan gekregen. Je geeft trainingen, hè? We geven trainingen door het hele land, bij kinologenclubs, bij kringgroepen. En op die trainingen proberen we dus de mensen te leren hun gedrag ten opzichte van de hond zo te doen dat daardoor het gedrag van de hond plezierig wordt. Wat heb je voor iets moois bij je trouwens? Wat is dat? Dit is een kooikerpupje. Een kooikerpupje. 10 weken oud. Als ze zo klein zijn, hè? Hoe oud begin jij met ze om ze dingen aan te leren? Oh, als ik zelf een nieuwe pup krijg met 7,5 week, begin ik dan al. En dan hoop ik dat de fokker al de basis heeft gelegd, bijvoorbeeld door het aanleren van het komen op bevel bij het bijvoeren. Het bijvoeren? Die man, ja, die man die komt er voer brengen en erop die puppies. Dus de fokker kan al een hoop doen? Ja, die begint al. Heerlijk, hè? De trainingen. Jij hebt mij gezegd, de hond moet op zijn baas gaan letten. Vond ik een mooie. Hoe zie je dat? Wat bedoel je daarmee? Nou, die baas, als het goed is, die moet natuurlijk zijn leider zijn. Hè? Dan moet hij echt letterlijk hem naar de ogen kijken. En als een hond zijn mens naar de ogen kijkt, dan hebben ze een goede relatie. En dat proberen we voor elkaar te krijgen. Ah, ik zie wel eens mensen met een hond lopen en dan loopt die hond zo heel zachtjes er zo achteraan. En dan denk je van, dat beest is hartstikke bang, hè? Ja, maar dat hoeft niet, hoor. Dat hoeft niet? Nee. Dat wil ik je wel even laten zien. Dat kan wel. Hou jij krijg nu deze hoef. Hallo. Oeh, was hij af. Hallo. Is hij oud geweest? Dat hoop ik. Kom. Jij gaat nu laten zien hoe ze luisteren, dus. Vind ik wel leuk. Kom maar. Goed zo, Fiets. Asje, grafie. Fietsje. Kom maar. Hij let echt op je nu, hè? Ja. En dat is toch een vrolijke, opgewekte hond? Dat is toch niet een hond die mot omdat de baas zo nodig wil? Staart omhoog. Ja, het kan natuurlijk ook anders. Je kunt ook tegen zeggen, zo'n baas, tegen zo'n hond van... Gelaaf! Gelaaf! Loes. Hij doet het niet. Er is iemand van zijn stoel gevallen. Ja. Nou, wij doen het anders. Weet je dan? Zo. Let. Goed. Dames en heren, is dat niet geweldig? Ja. Mooi, hè? Wat laatst. We hebben het net over opvoeding van pups gehad. Zo eentje als ik er hier bij me heb. Schattig trouwens. Ik heb zelf zo'n boef thuis, die is 1,5 jaar oud. En die wil nog wel eens niet luisteren. Dan loop ik er weer een kwartier achteraan voordat hij komt. Want heeft hij het naar zijn zin in het bos.
Is het mogelijk om dieren op latere leeftijd nog op te voeden of herop te voeden misschien? Ja, dat kan altijd. Het is alleen natuurlijk veel moeilijker. Het gedrag wat de honden dan al zoveel jaar in zich hebben, is moeilijker af te leren dan goede dingen aan te leren. En aanleren is ook veel leuker dan afleren. Jij hebt me verteld dat er een situatie bestaat dat mensen zoveel problemen met hun beest hebben, dat je zelfs al een begeleider thuis kunt krijgen. Ja, dat is wel heel heavy, hè? Ik denk dat het redelijk uniek in de wereld is. Mensen die met hun honden in gedragsproblemen zitten, die kunnen via onze vereniging contact opnemen met een gedragsbegeleider. En die komt aan huis omdat daar de situatie veranderd moet worden. Jij geeft demonstraties, jij geeft trainingen. Een demonstratie krijgen we vanavond hier in de studio te zien. Vind ik hartstikke leuk. We krijgen twee teams van 7 honden. Jouw welbekende honden. En het wordt een estafette. Hè? Zullen we eens vragen om binnen te komen? Jij mag het startsein geven. We krijgen rood tegen blauw. Nou, we zien bij de prijsuitreiking zometeen wel, hè, wie er gaat winnen. Ga je gang, Loes. Zijn de ploegen klaar? Op je plaatsen. Af! Ja, er heeft er nog maar 1 zin in op dit moment, dat zien we. En daar gaat de race dan van start. Kleine slalom. En daardoor de slurf, dat vinden ze leuk. Kijk eens. Hop, hoog, spring. Dat dingetje. Ja, hop. Riet en de kluif overgeven aan nummer 2. Even door de gang nu. Kijk hem springen, uitglijden, alles. Nog een klein beetje paardenpoep. Hij gaat de tribune op, hij gaat de tribune op, zie ik. Slaat hem nu. En als ze blaffen hebben ze plezier, laat dat duidelijk zijn. Loopt er een recht door het publiek in nu. Dan tot door de slurf. Hartstikke idee. En terug. Ja. En de volgende. Het gaat gelijk op de strijd. Heijertje. Kijk eens even. Grote sprongen maken. En het is rood dat aan de leiding gaat op dit moment. Moet ik nou links of rechts? Door de slurf. Wat zijn die beesten goed getraind. Ruud Gullit is ook onderweg, dames en heren. Ruud Gullit is ook van start gegaan inmiddels, dus bij de slalom op dit moment. Hij gaat even de slurf in nu. Huppatee. Erin, joh. Ga erin, joh. Hier, joh. Hij moet nog terug, hè. Ja, wordt een beetje oneerlijk gespeeld nu. Het zware werk. Het zware werk is aan de gang. Rood nog steeds aan de leiding. Met een grote bergcellen. Hier is. Want nu, dames en heren, het zware werk. Hier kom ik over de hindernis. En dan weer even terug, even draaien. En dan een slalom. Ik loop alles even ondersteboven. Even door de slurf heen, dat wordt een beetje krap. Oh, hallo, hallo. Ja, even door die. Ja hoor, hallo, ja. Prachtig, hè? En daar de finale. De finale. Hey. Ja, het gaat goed. Nee, nee, nee. Even de door eerst. Ja, daar ja. Over de klep erdoor. Ja, goed. Finish. En nu applaus, dames en heren. Loes, ik geef jou deze kleine gup weer eventjes, want ik ga ze allemaal eerst even een cadeautje geven. De prijsuitreiking. Rood had gewonnen, heb ik het wel? Klopt dat? Ja, dat, natuurlijk, hoor ik natuurlijk van iemand van rood. Daar aan de andere kant een hoop kluiven klaar, hoop ik. Van de kat in dit geval. Dankjewel, want allemaal hebben ze wat verdiend vanavond. Dat gaat als volgt. Ja, kijk eens. Alsjeblieft. Hou vast. Niet mijn arm, maar de bot, hè? Goed, jongen. Kijk eens. Alsjeblieft. Niet. Waarom neemt hij niks? Hij is terughoudend voor vreemden. Hij is terughoudend voor vreemden. Ja. Is heel goed. Schippend. Hij neemt nooit wat aan, hè? Wil u misschien uitkijken als u deze voor mij pakt? Happen maar. Happen. Die neemt ook niks. Neem het nou, jongen. Neem het nou lekker. Hier. Hij is... Ik heb van de week gezien dat je zelf eerst uit de bak moet eten en dan pakken ze het. Kijk je wat. Hij pakt het niet, hè? Als u het zegt, mag, pakt hij het dan? Zeg, wil u het eens zeggen? Voor Jumbo. Voor Jumbo. Nee, hoeven niet. Van mij. Ja. Van u wel? Ja. Ik leg ze gewoon op het bord als het niet gaat.
Charloes, jij zegt je moet ze een bot geven, maar ze nemen geen van allen. Maar ze hebben al gegeten. Ze hebben al gegeten. Ja. Dat is het. Alsjeblieft. 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 Pak je hem? Vast. 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 Ook niet. Ook niet. Lang vast. Vast. Ja, hé, ik heb er weer eentje. Hou vast, jongen. Hou vast. Kijk hier, die lust wel. Kijk eens, hou vast. Hou vast. Wie van jullie twee dan? Hou vast, Beens. Vast. Goed. Dames en heren, alle honden en begeleiders onder uw ovatie. En Loes van der Boogaard. Voor haar fijne begeleiding. Dank je wel. En bloemen voor jou, Loes. Dank je wel, Loes. Mensen houden van dieren. En dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want van een dier houden betekent niet alleen aandacht aan het dier geven als het ons goed uitkomt, maar vooral ook aandacht geven als het dier daar behoefte aan heeft. En vandaar dat we dieren kunnen houden en dat we van dieren kunnen houden, maar dat we vooral moeten nadenken over waar we aan beginnen als we een dier gaan houden. Dieren zijn de beste vrienden van de mensen. Mensen zijn de beste vrienden van de dieren. Maar het vraagt wel om gezond verstand. Het vraagt om nadenken voordat u eraan begint. Als minister Ed Nijpels, verstand is er nodig om dieren te houden. Nou, laat dat ook duidelijk zijn vanavond. We gaan, dames en heren, verder met... Hey. Hallo. Hallo. Wat heb jij een mooie tekening bij je? Ja. Kom eens even bij me zitten, jong. Wel gezellig. Wil je wat drinken? Nee. Oh. Nou, dat kan natuurlijk. Hoe heet jij? Isha. Isha. Wat is dit voor iets? Kijk dus, dames en heren, een prachtige tekening. Wat is dat? Marmel staat erbij. Oh, is een poes? Ja. Heb je die poes ergens gezien of heb je die zomaar getekend? Ik heb hem getekend. Hoe oud ben jij? 9. Dus Isha Gast, dames en heren, 9 jaar. En hij is, kijk eens wat een prachtige gelijkenis, de tekenaar van de voorplaat van het dierenverhalenboek ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van de dierenbescherming. Jij had hem nog niet gezien, Isha, want dat is het allereerste exemplaar vanaf heden verkrijgbaar. Hoe vind je hem geworden? Mooi. Op het boek? Ja, die zal je zelf ook wel krijgen, hè? Hé, luister eens, het is een heel mooi boek. Er hebben een heleboel bekende Nederlanders ingeschreven. De kinderen van Hans Wiegel bijvoorbeeld, vind ik ook heel leuk. Nelly Smit-Kroes, Willem Duis, minister Ed Nijpels, die we net al even aan het woord hadden. En nog een heleboel mensen. En jij hebt onder andere een tekening gemaakt, in dit geval van de voorplaat, met een heleboel andere kinderen. Want de illustraties zijn van kinderen. Vond je het leuk om te doen? Ja. Hebben ze je gevraagd om het te doen of hoe ging dat precies? Nou, ik was in het Van Gogh Museum en daar kon je tekenen. Ja. En toen zag Anne dat ik zo mooi kon tekenen. Ja. En toen vroeg ze of ik een tekening voor het... Voor... Het boek wilde maken? Ja. Ja. Ben je er trots op dat je dat hebt mogen doen? Ja. Want het is natuurlijk een hele eer om de voorplaat te tekenen, hè? Ja. Dat vind ik hartstikke mooi. Hey, luister eens. Heb je alle tekeningen gemaakt van het boek? Nee. Nog meer kinderen hebben erin getekend, ja, hè? Ja. Want wij hebben nog, ik denk misschien weet je het niet, hebben ze misschien nog allerlei tekeningen van je gepikt, maar dat is niet zo. We hebben nog een heleboel kinderen ingeschreven, dames en heren. En een andere kunstzinnige dame hebben we hier ook in de studio. Dat is Hendrikje van Houweningen. Kom zitten, Hendrik. Gezellig. Een hele mooie tekening ook van jou. En misschien kun je even vertellen wat die inhoudt. Ja, het is het oude schimmelpaard dat over de berg vliegt. Het oude schimmelpaard dat ineens over de berg vliegt. Ja. En ineens de vrijheid krijgt die hij al heel lang wil. Hè? Jij hebt een verhaal geschreven of een tekening gemaakt wat bij een speciaal verhaal hoort. Mijn vader heeft het verhaal geschreven. Je vader heeft het verhaal geschreven, inderdaad. En deze tekening hoort erbij, daarom vind ik het heel leuk. En jouw vader zit zometeen klaar om dat verhaal voor te lezen. Dat heet Niet zeuren vliegen, het verhaal van het oude schimmelpaard Joep. En nogmaals, ik vond het heel erg leuk dat jullie hier aanwezig wilden zijn om die prachtige tekeningen te laten zien. En ik heb voor jullie daarom een t-shirtje meegenomen. Doe je hem aan? Ja. Ja, want je wou niks drinken. Ik denk zo meteen zeg je ook nog nee, want je hebt zo'n mooie trui aan. Hier, je t-shirt. Jouw t-shirt. Hendrikje, ik geef jou het boek mee, want daaruit gaat jouw vader voorlezen dat prachtige verhaal. Niet zeuren vliegen. En gaan jullie vast bij de kinderen zitten, die daar allemaal klaar zitten. En ik vraag u een groot applaus namens heren voor Giem van Houweningen. Dankjewel. Even zoeken, jongens. Goed, het verhaal heet Niet zeuren, vliegen. Dank u wel, goedemorgen. Joep, het oude schillenpaard, spande zijn spieren
en trok de kar 10 meter verder. Dat deed hij nu al zo'n 25 jaar, dag in, dag uit. Als zijn baas, de schillenboer, riep: "Dank u wel, goedemorgen," begonnen Joeps benen vanzelf te lopen en die benen stopten dan ook weer vanzelf bij de volgende deur. De schillenboer was een vrolijke man met een wat heese stem en altijd keurig netjes gepoetste schoenen. Die glimmende schoenen waren eigenlijk het enige dat Joep overdag van zijn baas kon zien. Hij droeg namelijk oogkleppen om niet te schrikken van het verkeer dat iedere dag om hem heen raasde. Bovendien zaten die dingen nogal strak, zodat hij alleen een klein gedeelte van de straat onder hem kon bekijken en een stukje recht vooruit. Meestal keek hij dan in de stinkende uitlaatpijp van een auto die voor hem stond te wachten. Bah, daaraan had hij waarschijnlijk ook die droge hoest overgehouden. Wat landerig schraapte Joep met zijn hoef over de grond op zoek naar iets eetbaars. Beetje tegen beter weten in, want hij had in die 25 jaar nog nooit één grassprietje gevonden. Grassprietjes die groeien nu eenmaal niet op beton of asfalt. Joep zuchtte diep en dacht aan de bakschillen die vanavond weer voor hem zo klaarstaan. Ja, misschien zit er een appeltje tussen of een halfje bruin brood. Nou ja, we zien wel. Maar een appeltje zoals de vorige keer, dat zou mooi meegenomen zijn. Hé, Joep, ga je mee? Joep keek verbaasd op. Wie zei dat, wat? Ik, fluisterde het vogeltje in zijn oor. Nou, wat doe je? Ga je mee? Mee? Waar naartoe? Naar de lucht in. Zeg, maffe mus, laat me met rust alsjeblieft. Ik ben geen mus en zeker niet maf. Ga mee! Joep hoestte kort en ze lachend. Ik kan toch helemaal niet vliegen, idioot. Natuurlijk kun je dat. Wacht, ik zal je even een paar vleugels geven. Joep schudde een paar keer heftig met zijn hoofd. Het schuim vloog van zijn lippen. Klets toch niet, hoe kan dat nou? Ik ben een doodgewoon schillenpaard met oogkleppen op en ik zal heus niet meer. Verschrikt hield Joep zijn mond. Hij durfde bijna niet meer te ademen. Maar dat was toch onmogelijk? Hij voelde hoe uit zijn rug in de buurt van zijn schouderbladen een paar stevige vleugels groeiden. Nou, goed of niet? Joep was te verbaasd om te antwoorden. Maar dit kan toch niet waar zijn? Een schillenpaard met vleugels? Ik sta voor gek, schoot er doorheen. Precies, jubelde het vogeltje, alsof het zijn gedachten had geraden. Ik maak een te gekke eenhoorn van je. En waarachtig, even voelde Joep een scherpe pijn, alsof het vogeltje me precies tussen zijn ogen pikte. Daar komt hij! Riep het vogeltje, dat nu boven op Joeps hoofd zat. Langzaam, maar met een enorme kracht, groeide de lange, spitse horen naar Joeps voorhoofd. En ook had hij het gevoel of zijn manen en zijn staart langer en voller werden. De lucht die uit zijn neus kwam, leek wel stoom. En het was niet eens midden in de winter. Nou, waar blijf je nou, Joep? Kom op, sla je vleugels uit. Het vogeltje werd ongeduldig. Ja, maar joh, daar krijg ik last mee. Mijn baas, de schillenboer, zal niet weten waar hij... Ik bedoel, ik kan toch niet zomaar die schillenkar in de steek laten? Nou, zeur niet zo, Joep, vliegen. Het vogeltje werd nu echt boos. Heel even. Zomaar, alleen om het te proberen, want hij wilde het niet echt, sloeg Joep zijn vleugels uit. Als een speer schoot hij uit het tuig van de schillenkar de lucht in. Dank u wel, goedemorgen, hoorde hij nog vaag, maar het was al te laat. Als een zwaluw scheerde Joep langs de daken van de huizen. Wat een feest, hij tolde in het rond, maakte enorme loopings en probeerde kleine schapenwolkjes aan zijn hoorn te spietsen. Hij voelde zich werkelijk te gek. Zelfs het vogeltje had de grootste moeite om hem bij te houden. Zie je wel dat je het kan, hijgde het, als je maar wilt. Ja, schreeuwde Joep. Hij rolde zich op zijn rug en liet zich heerlijk meedrijven op de hete luchtstroom. Even later draaide hij zich om en keek naar beneden. Wat allemachtig mooi is het allemaal. Dat groen van de weilanden, de bomen en de bloemen. Hij schreeuwde het uit van geluk. Dat is begrijpelijk. Na 25 jaar asfalt, stinkende uitlaatgas en een paar glimmende schoenen van zijn baas voelde Joep zich nu in de zevende hemel. Wat is het mooi. Wat is het allemaal verrukkelijk mooi, zei hij min of meer tegen zichzelf. Waarom heb ik dit niet veel eerder gedaan? Ik had dit veel eerder moeten doen. Joepie! Linksvoor zeilde een dikke wolk voorbij. Die is voor Joepmans, dacht hij overmoedig. Hij richtte zijn hoorn en stortte zich op de uitbundig gevormde witte massa. De wolk ving hem op en pakte hem in. Verbaasd keerde Joep zich een paar maal om zijn as.
Wat is het hier stil en zacht, dacht hij. Hij draaide zich langzaam op zijn rug. Hij ging lekker liggen rollen in het donzig wit van de wolk. Hij was volmaakt gelukkig. Beneden in de straat verdrong zich een aantal nieuwsgierigen rond de kar van de schillenboer. De arme man kon zijn ogen niet geloven. Zijn paardje lag op zijn zij, bewegingloos. Dikke tranen biggelden over de wangen van de schillenboer. Joep is dood, zei hij verdrietig. Maar gelukkig weten wij wel beter. Houden van dieren betekent voor mij denk ik het meeste houden van dieren in hun vrijheid, waar ze horen. En dat zijn in dit geval bij mij natuurlijk ook vooral de zeehonden. Ze zijn heel kort bij ons, ze gaan terug naar zee. Nou, daar moet je heel goed voor zorgen. Je moet bewaken waar ze leven, hoe ze kunnen leven, dat ze echt in vrijheid kunnen leven. Is heel belangrijk, maar je hebt natuurlijk ook andere dieren die wel in gevangenschap leven, die bij ons horen, die ook afhankelijk zijn van de mens. En ik denk dat we daar net zo zorgzaam mee om moeten gaan. Dat die dieren ook hun ruimte krijgen en niet in kleine hokjes zitten. Maar dat je echt ook bezint voor je begint aan een huisdier, want het is niet zo eenvoudig. Maar zeehonden, die gaan weer terug naar zee en daar heb je verder geen omkijken naar. Maar neem je een hond of een kat, ja, dan ben je wel iets langer ermee bezig. Ja, hoewel deze hond, dit is mijn hond, die heet Rakker, natuurlijk niet echt een schoothond is, vindt hij het wel heerlijk als hij toch even bij je op schoot mag zitten. Dus daar zit hij nou even bij me op schoot. En deze hond, het is mijn allereerste hond die ik heb. En hij is inmiddels bijna 4 jaar oud. En het is een fantastische hond. En ik betekent heel veel voor mij. En ik hoop dat ik ook een beetje veel voor jou betekent. Leni het Hart en Berdien Stemberg zagen we achtereenvolgens met Berdien, die grote hond op schoot. Zag er leuk uit trouwens. Ik vind het fantastisch, dames en heren, om vanavond dit dierenprogramma te presenteren. Maar één ding is zeker. Er zijn een aantal buitenlandse collega's die doen het nooit meer. Organization. About a bird for a pet. I look for one who's alert and active. And beware of bargain birds. Ow! The arrival of the Scottish team. We hope in just a moment to have a quick word with Alan McLeod, the team manager. Welcome to this edition of Pet Peeves Pet News. With me is my co-anchor, Seat. Of this English talk show finds out the hard way that a ferret really likes to sink his teeth into an interview. Yeah. Ow, ow, ow. Notice how relaxed the trainer is. He doesn't seem concerned at all. This must be the financial situation. Business, it would have been through to the bone. She's playing with you. Hello. Excuse me, I think there's a parrot in my shoulder. You're up, Teddy. Your mum is coming on. Will you say hello and welcome the wonderful Elaine? Oh, my. This strange bird is called an emu. Now, emus are very friendly, but this one overdoes it. I'm not going to take it for a train right now. Anyway, he can ask. I thought you'd like to meet him. I'll do all that he does to do the show, okay? Wat vrijpostige emu zagen we op het laatst. Vond u ervan, meneer Verzuren? Ik vond het erg leuk. Ik heb er erg om gelachen. Ik wil graag met u praten over de activiteiten die u heeft naast de asielactiviteiten als dierenbescherming en als dierenbeschermer.
Ja, wij zijn er natuurlijk niet alleen voor de 100.000 asieldieren, hoe belangrijk ook. Wij zijn er ook voor de 1,2 miljoen proefdieren, de 1,5 miljoen vossen en nertsen, waar men daarna zo graag een bontjas van maakt. Het is geen echt bont, hè? Dat weet nee, dat hebben we al gecontroleerd. Een muisje vanavond. Goed. We zijn er ook voor de 400 miljoen landbouwhuisdieren die onder heel boerde omstandigheden dikwijls gehouden worden. Wij doen dat via een aantal manieren. In de eerste plaats, wij plegen acties, hoe men er ook over denkt. Ze denken soms dat wij een wat ingeslapen vereniging zijn, maar dat is beslist niet zo. Gezamenlijk met anderen doen wij acties. Wij zijn met een zeugentrein door Brabant gereden. Ik moet even lachen, sorry. Een zeugentrein? Ja, in die zeugentrein er zaten geen zeugen en er zaten ook geen bestuursleden in. Maar daar zaten mensen in die op de stations uitstapten en probeerden de boeren daar te overtuigen dat het houden van zeugen aan een ketting niet de beste manier was. Ja. Daarnaast hebben we een actie gevoerd in Zeist tegen een proefdiercentrum. Het derde wat wij doen is, speciaal voor die landbouwhuisdieren, het promoten van alternatieve producten. Dat zijn de scharrelproducten? Dat zijn de scharrelproducten, de scharreieren, de scharrelvarkens. Als men zo'n scharrelproduct koopt, dan helpt men dus de dieren uit de batterij te krijgen of uit de betonnen bak, zoals bij de varkens. Het zal de mensen duidelijk zijn, maar scharreldieren of scharrelproducten zijn producten van dieren die vrij rondlopen. Hè? Dat zijn inderdaad, die in ieder geval een leven hebben die dat acceptabel is. En dan een belangrijk onderdeel is de voorlichting. Want wij vinden dat het merendeel van de ellende voortkomt niet uit echt sadisme, maar het merendeel uit mensen die niet weten hoe ze met dieren moeten omgaan. Nou, een belangrijk onderdeel daarvan is de jeugd. Het is voor de jeugd. Wij doen op scholen veel. De jeugd van ons heeft een eigen blad, Poespas. Ja. En daar wordt dus, wij denken dat de volgende generatie het van ons moet overnemen. Heeft u veel jeugdleden? We hebben ruim 10.000 jeugdleden en we hopen er mede door deze uitzending belangrijk meer te krijgen. Haak ik even op in, denk ik. Dat is belangrijk. Vanavond onze actie, ons doel. U heeft het al een paar keer gehoord, het leegmaken van de asiels. Het is niet de enige manier om de dierenbescherming op deze manier te helpen. U kunt ook lid worden. Het kost 28 gulden per jaar. En ik geef u even het Giro-nummer van de dierenbescherming ten naam van de dierenbescherming in Den Haag. Het is 395-310. 395-310. En u hoorde het, de dierenbescherming heeft zoveel activiteiten dat u op deze manier geweldig steunt. Om nog heel even terug te komen op die scharrelproducten, meneer Van Zuren. Er is gebleken uit enquête dat het grootste gedeelte van de bevolking is bereid om meer te betalen voor deze producten. Dat betekent dat men toch wel welwillend is. Ja, driekwart van de bevolking is bereid om meer te betalen. Want je kan natuurlijk niet bij die schaalproducten alles op de rug van de boeren leggen. Het publiek zal daardoor moeten tonen dat ze inderdaad willen dat de dieren het beter krijgen. Een andere instelling, of een moderne instelling, als ik hem zo mag noemen, waar u nou mee samenwerkt, is de dierenambulance. Hoe functioneert dat op dit moment? Dierenambulances zijn zeer belangrijk, erg goed, want als op straat een dier aangereden wordt, dan wordt dat opgehaald door de dierenambulance, die wordt gewaarschuwd. Brengt het als het heel ernstig is naar een dierenarts, als het minder ernstig is, gaat het naar een dierenasiel en krijgt dan later of gaat naar de eigenaar terug of krijgt een nieuwe baas. Dus we zijn erg blij met de activiteiten van de dierenambulance. Heel tweede glaasje jus d'orange. Ik wil graag een tweede glaasje jus d'orange. Schenkt u het in? Mag ik dan de dierenambulancefilm aankondigen? Alsjeblieft. Zal ik u ook iets inschenken? Want wij hebben een prachtige film gemaakt, dames en heren. Een film uit eigen productie wel te verstaan. Met een hele leuke hond daarin in de hoofdrol. Voordat ik die hond aan u voor ga stellen en deze film nogmaals helemaal officieel ga introduceren, nemen we er nu ook afscheid van meneer Van Zuren. Hij blijft weliswaar lekker bij mij aan tafel kijken. Maar u krijgt toch een bosje bloemen uit handen van de krokodil. Ja. En hartelijk dank voor uw fijne gesprek. Dank u wel. Hier is de dierenambulancefilm, dames en heren, met in de hoofdrol Buddy. Mag ik u wat vragen? Ja, natuurlijk. Ik kan de houtweg niet vinden. De houtweg? Hier is hier vlakbij. Buddy! Alsjeblieft, ga helpen halen. Bel de politie. Als die maar niet doodgaat. Wel, nee. We moeten houden op een vrouwtje. Ja, ik sta hier op de reeweg. Is hier net een hond aangereden?
Volgens mij is hij heel ernstig gewond, maar ik zeker weet het boek niet. Kunt u iemand sturen? 0740 over. 0740 over. 700 aan deze kant. Willen jullie even gaan naar de Reeweg? Het is een aanrijding geweest tussen een hond en een personenauto. De hond is nogal ernstig aan toe. Ik zorg dat de dierenambulance komt ook. Dat is ontvangen en begrepen, de 0740 over. En de hond is er nogal ernstig aan toe. Misschien dat u ook daar even naartoe kunt rijden. Ja, dank u. Stuur de wagen, jongens. Aangereden hond. Het gaat zo vlug, hè, zoiets, hè? Onze dierenambulancefilm met in de hoofdrol Buddy. En Buddy zit hier naast me met zijn bazin Dolly, dames en heren. En voor een filmster wordt de zaal vaak afgebroken. Ik weet het niet. Het gaat weer goed met hem, hè? Het gaat prima met hem. Ruik maar even, jongens. Best lekker. Het is geen worstje. Kijk uit. Hallo. Even terug nu. Dolly, als ik je zo mag noemen, maar dat mocht. Jij hebt Buddy uit het asiel. En je hebt hem al een poosje. Ik heb hem 2,5 jaar uit asiel Rotterdam gehaald. Hij was toen 6 maanden. Hoe gaat het? Prima, nu. In het begin erg veel moeilijkheden. Zijn vorige baas had hem aan een boom gebonden. Dus hij was niet al te zindelijk. Hij kon niet alleen thuis blijven. Een heleboel problemen. Maar het is nu allemaal prima. Hoe oud is hij nu? Hij is nu 3 jaar. Geweldig, dames en heren. Een voorbeeld dus van een dier wat goed terecht is gekomen. Wat zou jij willen zeggen tegen mensen thuis die eraan twijfelen om een dier uit het asiel te halen? Ik vind het heel belangrijk, omdat jij nu net weer iemand bent die zo'n dier heeft en het gaat goed. Hè? Nou, ik zou het iedereen aan kunnen raden. Mits ze ontzettend veel geduld en liefde voor het dier hebben, want dan moet het lukken. Dat is ook weer zoiets. Dank je wel, Dolly, trouwens. Fantastisch dat je hier was. 06-399-1120. Er zitten 22 mensen voor u klaar om u daar te beantwoorden. Ik krijg net een seintje dat er fantastisch gereageerd wordt. Ik dank u daar vast hartelijk voor, maar gaat u er vooral mee door. Het kan tot 12 uur en blijft u reageren. Aan de andere kant, 2 mensen van het asiel Nieuwe Waterweg uit Vlaardingen. En als u net goed gekeken heeft naar de film van het hondenzwemmen, dan heeft u deze rakker in het water zien liggen. En is ook weer een voorbeeld van een hond die goed terecht is gekomen, is het niet? Als jullie even voor willen stellen. Ik ben Patricia Kluit. En ik ben Ria Bakker. Het gaat ook goed met deze, hè? Ja, het gaat uitstekend. Ja. Jij hebt hem thuis, hè? Ik heb hem thuis. Hoe ben je daartoe gekomen? Ik ben zelf vrijwilligster van het dierasiel in Vlaardingen. En ja, Cesar was 10 jaar toen hij bij ons in dierasiel kwam. En ja, het blijkt toch dat het erg moeilijk is om voor zo'n oude hond een nieuw baasje te vinden. Dus toen hij 3 maanden bij ons zat, heb ik zelf maar besloten om hem mee naar huis toe te nemen.
Hoe komen mensen er in vredesnaam bij om na 10 jaar een hond naar het asiel te brengen? Dat moet toch je vriendje zijn? Ja, dat dacht ik ook, maar het bleek dat de hond niet goed bij het kleine kindje kon. Hij kon ook niet wennen in jouw asiel. Toen heb je hem zelf genomen. Ja, dat klopt. Je bent het snoepje van de week. Dankjewel. We praten even met jouw collega, ook van het asiel. Is misschien ook interessant om te weten, want een heleboel mensen hebben daar echt wel vragen over. Hoe promoten jullie een dier, als ik het heel commercieel mag zeggen, een heel verkeerd woord, maar je hebt een aantal dieren zitten in je asiel en die wil je plaatsen bij iemand en dat moet goed gebeuren. Mensen weten niet wat je hebt zitten. Er zijn natuurlijk mensen die bellen naar het asiel, maar je moet ook wat extra dingen doen, lijkt me. Ja, wij organiseren veel een open dag per jaar. We staan altijd op braderieën. We proberen de regionale krant steeds te interesseren en dat is nog wel eens moeilijk. En voor de rest, ja, overal waar we gevraagd worden, gaan we naartoe en proberen we het onder de aandacht te brengen. Vooral erg oude honden, want dat is vaak heel moeilijk om die aan de baas te krijgen. En dan, van alles maar proberen constant, hè. Wij helpen jullie natuurlijk extra op deze Werelddierendagshow van de NCRV. En het is ook Werelddierendag uiteraard vandaag. 2 dieren die goed terecht zijn gekomen. Nogmaals, het kan heel leuk zijn, een dier uit het asiel. Blijft u bellen, dat gaat goed, dat vertelde ik net. En ik zeg u hierbij ook dat wij straks om 21:15, zo aan het einde van hier en nu, weer terug zijn op de zender om u te vertellen hoe de stand van zaken is. Dieren, ja natuurlijk betekenen ze voor mij heel erg veel. Waarschijnlijk hebben ze met mij een totaal andere relatie. En ook omgekeerd heb ik met hun een totaal andere relatie als dat u met huisdieren hebt. Want het is mijn beroep. Overigens bedreigde dieren, tropische dieren. Heel veel mensen zie je ook die dat soort dieren als een soort huisdier proberen te houden. Nou, als ik ergens voor zou willen pleiten is om dat niet te doen. Want ze kunnen u nooit geven wat het echte, gewone, bij iedereen geaccepteerde huisdier u kan bieden. Na verloop van tijd bieden ze bovendien ook een heleboel problemen. En niet alleen aan u. Maar de dieren krijgen zelf veel problemen en anderen worden uiteindelijk met die dieren opgezadeld. Huisdieren kunnen fantastische kameraden zijn. Daar kunt u ontzettend veel aan hebben. Maar voordat u er eentje neemt, bedenk dan wel dat u volledig voor die dieren verantwoordelijk blijft. Dat ze 100% van hun tijd op u moeten en kunnen terugvallen. Dat is een heel belangrijke overweging die u moet nemen. En als u dan met dieren te maken hebt, die echte goede huisdieren, dan denk ik dat u er bijzonder veel plezier van kunt beleven als een echte kameraad in het leven. Houden van dieren, dat kun je zien in een dubbele betekenis. Ten eerste houden van het hebben van dieren. Ik zou vreselijk graag een poes willen. Dat is zo gezellig. Maar ja, ik doe het nu maar met de poesen van de buren. Die tikken dan op de ramen en die geven dan toch maar ook een stuk vreugde. En zelf zijn ze graag bij me. Ze krijgen wel eens wat lekkers. En dan trekken ze natuurlijk. En ze slapen wel eens op mijn bed. Maar als je 3 hoog woont in de binnenstad van Amsterdam en heel veel weg bent, dan kan je dat eigenlijk je niet zelf permitteren. En dat spijt me dan wel. Maar er is natuurlijk nog een andere betekenis van houden van dieren. Ze liefhebben. Een dierenvriend te zijn. In die betekenis ben ik, zeg ik, het is een natuurlijke eigenschap van ieder mens en moet dat zeker zijn. Want de dieren zijn evenals de mensen de schepping Gods en ook de planten. En zo horen we samen, mens en dier en plant, bij God. En we zijn ook samen onderweg en zonder dieren zou het eigenlijk niet een complete schepping zijn. Daarom, ik hou van dieren en ik beveel het u warm aan ook van ze te houden. Ik heb hier bij mij zitten wie? Mieke Huisman van het streekdierentehuis Larenstein uit Velp. U bent hier met 2 snoepjes van de week, zie ik. Zijn het alle 2 asieldieren? Hallo. Ja, dat zijn 2 van de velen die wij op het ogenblik hebben. Het zijn kleintjes, maar het merendeel wat wij bij ons hebben zijn grote dieren. Tenminste, grote honden. Katten hebben natuurlijk dezelfde grootte ongeveer. Hoe is het in een asiel voor een dier? Nou, ik voor mij... Vind het eigenlijk vreselijk. Het is natuurlijk prima dat het er is. De dieren krijgen op tijd hun eten en drinken en worden schoongemaakt. En er wordt eigenlijk van alles wat maar in ons vermogen ligt met hen gedaan. Maar het opsluiten voor hen moet toch heel erg zijn. En ik zeg ook zo dikwijls, als ik ze wegbreng, die klik,
dat hebt u vanavond meermalen laten horen. Die klik van dat hek, die koude klik. En je kunt ook zo dikwijls aan die dieren zien dat ze zich machteloos voelen. Ze gaan achter in die kennel zitten, bibberend en wel. En ja, eigenlijk, hoe lang moet ik hier nu blijven? Ik weet dat ze dit niet weten, maar wij denken dit voor hen. Ik geef u nog één keer dat nummer, dames en heren. En helpt u ons, u weet het, het is noodzakelijk. 06-399-1120. En maakt u ons en de dieren en de dierenbescherming vanavond heel blij. Zodat ik u straks aan het einde van hier en nu kan mededelen dat we geweldig werk hebben gedaan vanavond. We gaan er een optreden in ons programma. Een heel mooi optreden en een heel apart optreden. Het is klassiek ballet. We gaan genieten van de Pas de Deux uit de tweede acte van het Zwanenmeer. De choreografie is verzorgd door Rudy van Danzig, die voor de Nederlandse choreografieprijs kreeg. Dat is niet zomaar een prijs. En wij hebben, dames en heren, de twee mensen van het Nationaal Ballet, de twee topmensen van het Nationaal Ballet, hier vanavond in Studio Baren. Uw grote ovatie voor Alexandra Radius en Ellen Land. Thank you.
Van dieren mag geen vraag zijn voor de mensen. Het houden van dieren is een andere zaak. Wij houden van dieren. We hebben thuis 2 honden. En dat zijn natuurlijk onze huisvrienden geworden. Waar we allemaal veel van zijn gaan houden. Soms wandel je binnen bij een asiel en dan zie je die stumper zitten. Ik geloof dat het goed is bij het bedenken om een dier aan te schaffen, dat u er ook van houdt. Dat is het allerbelangrijkste. Anders zien we zo'n dier weer terug in het asiel. En dat is nog erger. U heeft het gezien, dames en heren. Het is zo belangrijk. Ik verwijs u voor de laatste keer naar hier en nu. Op het einde van dit programma, zo rond 10:15, zijn we er weer voor u om de stand van zaken bekend te maken. Er rolt nu onderdoor nog 1 keer dat telefoonnummer. Om te reageren op die asielvragen. En natuurlijk op het leegmaken van de asiels. Want daar knokken we met z'n allen voor vanavond. Wij gaan het programma afsluiten op een geweldige manier. Of je nu 8 of 80 bent, dierenleed gaat ons allemaal aan. En in dezezelfde leeftijdscategorie heeft de volgende groep fans, dat weet ik zeker. Ze worden bijgestaan door het dierenballet van Jos Dolstra en het kinderkoor Eigenwijs. Op de melodie van La Saison Française zingen zij Zorg dat de asiels leegkomen. Hier is BZN. Tot straks. Wie voelt zich niet bij dierenleed betrokken? Toch merk je daar maar weinig van, helaas. Alle asiels zitten met overvolle hokken. Terwijl een huisdier thuis hoort bij een baas.
Dus doe waar.